Palenque is precies wat een archeologische plaats moet zijn. Mysterieus, statig, goed bewaard en indrukwekkend is zijn prachtige oerwoudomgeving. De Maya's kwamen hier voor het eerst in 100 voor Christus bijeen. En deze stad bereikte een hoogtepunt tussen 600 en 800. Het was toen de regionale hoofdstad. En het zag er prachtig uit. Gids Ellen heeft er een poster van. Dan heb je inderdaad een idee. Nogmaals, je moet een beetje fantasie hebben om een heleboel in het leven te krijgen. Maar hoe zo... Het hoogste en indrukwekkendste gebouw in Palenque zie je hier. Het werd gebouwd tijdens de 68-jarige heerschappij van koning Pakal, 615 tot 683. En hij werd er begraven, wat bekend werd bij de ontdekking van zijn graftombe in 1952. Belangrijke vondst ook geweest. Hè? Ja, dat was altijd de heilige steen van de Maya's. Nou, hij is bedolven onder een jaar gevonden. En tegenwoordig is er dus DNA. Hè? Dus dat is echt geweldig. Ze hebben dus de fysische antropologen daarop losgelaten. En er zijn allerlei leuke dingen uit omhoog gekomen. Voorbeelden van koning Pakal. Het is hier allemaal koning Pakal wat de klok slaat. En daaruit kun je dus ook opmaken dat hij de belangrijkste koning is geweest. Er is nooit een andere geweest die hem naderhand overtroffen heeft. En... Het paleis staat op een platform van zo'n 100 bij 80 meter en 10 meter hoog. Het is het werk van vele koningen. Het paleis was de woning van de koninklijke familie en haar hofhouding. In delen van het gebouw zie je allerlei reliefs en stucdecoraties. Interessant zijn ook de beelden van de gevangenen op de binnenplaats. Je krijgt hier wel heel goed een indruk van de macht van de koningen van Palenque. Het ovale tablet toont de troonsbestijging van Pakal. Hoe raar ze gedraaid zijn, hè? En kijk die voet, hier zie je iets van een onderkantje zitten van iets wat lijkt op een orthopedisch schoentje. Hè? Hij had ook een puntenhoofd, zie je? En hij staat hier met een priesteres. En we zien dat het een vrouw is, want ze heeft een soort van rok aan, zie je? Het is niet compleet meer. Wat zien we nog meer? Hier vanuit het balspeelveld. Zie je? En dat is hier een kleintje en weer andere naar de mond al van. Nou, slechts een klein deel van dit tempelcomplex is afgegraven. Verder ligt alles nog onder het groen. En als ze er niks aan zouden doen, dan zou binnen 2 jaar hier alles weer overwoekerd zijn. Daarvoor vergt het dus heel veel onderhoud om dit te laten zien aan de toeristen. Tot zover ons bezoek aan de tempels van Palenque.